Novo 3. Overal thuis. Het is 31 oktober. Het is Halloween. En we staan hier in een gangpad van een soort spookslot. Rob, daar weet jij alles van. Ja, dat is van mijn overbuurman William. Die is helemaal crazy van Halloween, al jaren. En wat hij dit jaar eigenlijk gedaan heeft, is een droom die uitkomt. Hij heeft dit al eerder willen doen, maar vanwege corona is dat elke keer uitgesteld. Wat hij wel gedaan heeft in de loop der corona-jaren, elk jaar toch dingen aangeschaft. Waardoor hij dit jaar het heel groot kon aanpakken. De belangstelling is overweldigend, hè? Ja, dat, we hadden wel zoiets verwacht, want hij... Rijden dik. Ja, hij heeft elk jaar snoepzakken en hij telt ze, hoeveel snoepzakken die elk jaar uitgegeven waren. Vorig jaar was het alleen zijn voortuin en toen had hij 300 snoepzakken die had hij uitgedeeld. Dus dit jaar was het een beetje de vraag en we hadden 400 snoepzakken en nog wat extra's voor als het eventueel te veel zou worden. Maar dat gaan we zien. Het is tot 12 uur open, dus... We horen de spookgeluiden hier op de achtergrond. Ja, het is werkelijk een feest om binnen te zijn, hè? Maar je moet niet bang uitgevallen zijn. Nee, we hebben maar we hebben wel twee versies. Ook voor de kleintjes is gedacht. Er is een milde en een enge versie. Aan de voordeur staat William zelf als undertaker, als begrafenisondernemer. Aan hem kan je doorgeven of je de milde of de enge versie wil. De enge versie voor kleine kinderen, dan is er meer licht. En dan zijn er geen schrikreacties. En alleen wat ze kunnen zien. En heb je de enge versie, dan wordt het allemaal wat donkerder. En dan komen er wat mensen voor de dag van... Die komen dan tevoorschijn, skeletten die bewegen, danseressen, pianisten die ineens tevoorschijn komen met een ijselijke gil. En dan is het even schrikken geblazen. Ja, dat is de bedoeling van Halloween, hè? Ja. En het is niet een klein stukje van het huis, maar het is de hele benedenverdieping, inclusief de tuin. Ja, het is, hij is begonnen met een plan voor zijn eigen op te zetten. Hij heeft eerst een stuk van zijn kamer heeft hij helemaal afgebakend. 2 meter. En dan de huiskamer breed bij 4. Daar staat een tv, een ijskast, een magnetron, een koffiezetapparaat. En dat is het. Zou hij zelf straks ook niet eens angstig wakker worden als hij door zijn eigen huis loopt? Nee, maar ik heb wel het idee dat hij erover droomt, hoor. Dat wel. Ik kan mij voorstellen. Maar goed, de belangstelling is groot. Het is werkelijk heel erg leuk en heel spannend om te zien. Voor groot en klein. Dus je mag spreken van een Halloween succes. Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat we nu al... Ik heb bij de openingsshow gestaan. Die was geweldig. Ik heb geprobeerd foto's te maken... Maar zelfs met breedbeeld of met, hoe noem je dat? Met panorama. Kreeg ze er niet allemaal op. Dus en gelukkig zijn er wat mensen die gezorgd hebben dat er mooi rijden, het verkeer geregeld is. Maar goed, alle kinderen en alle ouders die hier komen, die hebben een heerlijk half uurtje om door dat spookhuis te struinen. Ja, nou, half uurtje, het is iets korter. Maar met de show en alles erbij en de voorpret. En dan nog de snoepkraam aan het einde. Kijk. Weer aan de kant, dan komt weer zo. Dan komt weer, ja, het is schrik al. Ja. Kan ik me iets meer voorstellen. Nee, je bent echt aan het einde. Oké. Okay. Rob, dankjewel en nog heel veel plezier vanavond. Ja, dankjewel. En hoe vonden jullie het vanavond? Leuk. Wat vond je het meest eng? Niks. Helemaal niks? Oh, maar papa en mama stonden vooraan zeker, of niet? Ja, ik wou net zeggen, die deelden niet vooraan. Novo 3. Overal thuis.